Nu, goedendag dames en heren, welkom bij Boating België en Nederland. En vandaag gaan we praten over zeilhandleidingen. Nu, waarom? Je vindt zeilhandleidingen bijna overal. Nu, dat kan zijn om te gaan zeilen, het kan zijn om gewoon te varen met een boot. En dat zijn vaak zeer praktische handleidingen. Nu, waarom gaan we erover praten, dames en heren? Het probleem is, je vindt ze overal, maar die zijn niet gemaakt om te gebruiken voor een vaarbewijs bijvoorbeeld. Maar voor wat zijn die dan wel gemaakt? En we gaan bekijken van hoe bruikbaar zijn deze zeilhandleidingen in de praktijk, maar ook hoe bruikbaar zijn die voor mensen bijvoorbeeld die geen enkele kennis hebben over varen. Dat is onze onderzoeksvraag van vandaag en dat gaan we proberen te achterhalen. Nu, vooraleer we starten, moet ik eerst jullie waarschuwen. Kijk, de boeken die ik jullie ga tonen, dat zijn boeken die komen van verschillende bronnen enzovoort. Maar die boeken, kijk, we zijn hier niet om makers en ontwikkelaars van die boeken, om die eigenlijk in een negatief daglicht te zetten. Nee, we gaan proberen een algemene kijk. We gaan proberen om een algemene kijk te krijgen op die handleidingen. Om het zo te zeggen, op die zeilhandleidingen van, is dat nu interessant? Of met welke dingen moet je gaan rekening houden? Dat is waarvoor we hier vandaag zijn. Nu, één ding dat nog belangrijk is, vooraleer wij starten, dat is, hoe gaat deze video verlopen? Ik ga de verschillende boekjes die ik heb in mijn arsenaal, ik ga die allemaal één voor één heel kort overlopen, of zo kort mogelijk. Het kan zijn dat we bij het ene boekje iets langer stilstaan dan bij het andere, maar we gaan bekijken per boekje. Ik heb elk boekje nogmaals gelezen en gedaan en volledig uitgedokterd, om een zo goed mogelijke kijk te hebben van qua inhoud van is dit qua inhoud volledig of niet, of wat zijn de positieve en de negatieve punten, om dan op het einde een mooie conclusie te nemen voor al die boekjes, of dat nu interessant is, die praktische handleidingen. Nu, oké, dit boekje. De dingen dat aanwezig zijn, dat ik zeg van oké, dat is interessant. Dat is minimale uitrusting, dat gaat vooral over wat je moet dragen om jezelf te beschermen, hè, zonnebrand, een petje enzovoort. Volledige technische uitleg van alle onderdelen eigenlijk van de boot in kwestie, en dat is de Optimist. Zeer interessant, hè? Dus voor een optimist is dat een heel goede handleiding. Heel veel praktische uitleg met afbeeldingen, foto's enzovoort. Ook stap voor stap. Knopen zijn aanwezig. En ook een zeer mooie leidraad, lees ik daar, voor een basis om te leren zeilen. Dus als we weten wat aan de wind is, voor de wind is, weten hoe je moet zeilen. Dat is eigenlijk een zeer interessant boek daarvoor. Nu, eigenschappen van de wind staan ook in capsaizen, he, dus een beetje de noodsituatie. Het is niet echt een noodsituatie, maar de speciale situaties die staan hier ook in vermeld. Dus wat je kan verwachten. Eigenschappen van de wind heb ik al gezegd. Manoeuvres, dus manoeuvres, havenmanoeuvres, aan- en afmeren enzovoort, voor de wind en noem maar op, staat hier allemaal in. Voorrangsregels staan hierin. Voorrangsregels voor zeilboten onderling staan hierin vermeld. En ook de omgang van het materiaal, wanneer dat je het materiaal gaat opbergen enzovoort, staat hier ook in. Nu, een heel belangrijk ding, en dat gaat over de dingen die opvallend afwezig zijn, of waar dat te weinig op ingegaan is, minimale weersomstandigheden, dus een basis van het weer. Nu, zeker voor dit toepassingsgebied, dit is voor mij is dit een toepassingsgebied op een plas bijvoorbeeld, op een, en dus op een plas, op noem maar op.
Dus een afgesloten gebied. Het weer is zeer belangrijk. Dat wordt vaak vergeten, maar bijvoorbeeld hier staat weinig tot niets in van het weer. Dus bijvoorbeeld gewoon het advies van bijvoorbeeld niet gaan varen als het onweert of regent. Zo van die simpele dingen op dit niveau, die staan daar niet in en dat is noodzakelijk. Je kan zeggen dat is toch vanzelfsprekend, ja, maar niet iedereen gaat dat zo vanzelfsprekend vinden. En ook het gedrag binnen een vaargeul. Toen dat ik mijn opleiding daar heb gevolgd van zeilen, was er een vaargeul van 150 meter lang, verschillende zeilclubs aangevestigd en het hing er vanaf van waar je moest zijn, dat je daar eigenlijk, hoe ver je in die vaargeul in moest. 40, 50 meter breed was die. Je kan zeggen, oh, dat is toch breed genoeg. Nee, maar de diepgang was enorm beperkt. En ook, aanvullend daaraan, motorboten. Motorboten van bijvoorbeeld, instructeurs enzovoort. Wat zijn nu de voorrangsregels tussen motorboten en zeilboten? Ook in die nauwere vaargeul. Stuurboordwal staat hier niet in. Zeer belangrijk. Ook in het internationaal aanvaringsreglement. Het concept stuurboordwal staat nergens in het internationaal aanvaringsreglement letterlijk beschreven. Maar als je diep in het reglement leest en weet wat het reglement zegt, dan begrijp je dat het concept stuurboordwal zelfs op internationaal niveau bestaat. Dus, belangrijk. Dat zijn dingen dat er niet in staan, die eigenlijk zeer interessant zijn, niet alleen voor daar, maar ook het verdere verloop na die opleiding. Het is niet de bedoeling met een zeilboot dat je maar ligt te laveren in die havengeulen, bijvoorbeeld. Nu, het tweede boekje over wat we gaan hebben is Zeilen van Basis tot A-brevet. Nu, of die brevetten werkelijk bestaan of niet, kijk, ze gelden niet evenveel zoals een vaarbewijs, dus die brevetten die zijn waardeloos, maar we zijn hier vooral om de theorie te bekijken. Nu, vooraleer ik daarmee start, is er een zeer belangrijk nota dat ik heb genomen. Dat is dit boekje, zeker hoe dat die zichzelf beschrijft, is enkel gemaakt voor zwaardboten. Zeer belangrijk, zwaardboten. En die zou volgens het boekje zelf bestemd zijn voor de binnenwater en ook een stuk op zee. Nu, gaat men er zeer uitgebreid over praten? Nee, dat ook weer niet. Maar met zee, daar bedoel ik mee, we gaan even de haven uit. En met welke factoren op zee dien ik extra rekening te houden? Dus, over dit gaat het. En dingen die aanwezig waren in dit boekje, dat waren vooral de uitrusting wordt uitvoerig besproken, dus uitrusting van de boot, hoe dat die eruit ziet, hoe die werkt enzovoort. Medische aandoeningen en EHBO, zeer goed dat dit hierin staat, want dat kan belangrijk zijn. Hè. De voorrangsregels zijn beknopt, maar die zijn voldoende. Ik ben er niet helemaal van overtuigd, maar de voorrangsregels ook voor op het binnenwater een stuk, die zijn min of meer oké. De wetgeving rond de administratie is ook aanwezig. Dus, nu, dit zijn natuurlijk iets oudere boeken, maar moest je vandaag een nieuwe kopen, rond als je in België woont, de registratiebrief enzovoort. De administratieve verplichtingen staan hier ook in, vlagvoering. Moest je dat nodig hebben. Betonning, bebakening staat hier ook in. Knopen en schiemanswerk staat hier ook zeer uitgebreid in. Dus dat zijn niet 5 knopen en gedaan, dat is een pak meer. Onderdelen en de bouw van de boot staat hier ook in vermeld. Dus je hebt al wat. Ankeren staat hierin vermeld, dus ankermanoeuvres onder zeil staan hier allemaal in. Nachtvaart, hoe moet je je voorbereiden op een nachtvaart met kleinzeilerij, noemen we dat ook, in zwaardboten, kleinzeilerij. Uitgebreide zeilmanoeuvres staan hier ook in, man overboord, noem maar op. Er wordt veel over gepraat en ook
theorie over de krachten op de boot. Ik vind dat een klein beetje nutteloos, maar het staat erin voor mensen dat dat graag eens nalezen. Nu, zijn er wel wat dingen die ik opvallend vind en die wat afwezig zijn. Dus het belang van de marifoon, wanneer, kijk, het toepassingsgebied is heel hard van belang. En het is zeer belangrijk wanneer dat jij dingen gaat doen zoals op zee, want er staat ook een stukje op zee in, en ruim water, stromend water, staat hier allemaal eigenlijk in vermeld, dan is het zeer belangrijk, belang van de marifoon, dat er iets van vermeld staat. En van, dus noods van, kijk, een marifoon verhoogt de veiligheid, maar om dat te doen moet je die certificaten halen. En punt uitgedaan. Dat was meer dan voldoende geweest voor dit boek, om het zo te zeggen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar dat is een zeer belangrijk puntje als je zegt, ja, je kan er overal mee varen. Of je gaat de kennis hier hebben, hè, voor overal te varen. De motor, enorm belangrijk. Stromend water, motor is noodzakelijk. Je kan zeggen, nou, waarom? Wel, als je al een stukje theorie erin had gezet en tips voor een buitenboordmotor, was dat meer dan voldoende geweest. Waarom? Omdat jij op kleinzeilerij, een valk, noem maar op, daar kan je een motor op plaatsen. En dat kan zeer belangrijk zijn op stromend water. Dus die motor is van zeer groot belang eigenlijk, en zeker op die wateren. Navigatie. Ik weet, mijn navigatie is gewoon onvoldoende hier. Kaartnavigatie is gewoon afwezig. Dat is een probleem. Waarom? Als je zegt, ja, ruim water enzovoort, kan je varen, IJsselmeer enzovoort, dan moet je iets van navigatie kunnen. En kennis of beperkte instructie van navigatie is superbelangrijk daarvoor. Getij en weer te beperkt, fronten en wolkenherkenning niet aanwezig. Dat zijn zeer belangrijke elementen in weer. Dus getij, wat zijn tijstromen? Je gaat varen op zee zonder te weten wat tijstromen zijn. Of die zijn te beperkt, ja, dat kan je niet maken. Weer is te beperkt, hè? Dus en wat bedoel ik daarmee? Wolkenherkenning en fronten. Ze leggen zelfs niet uit wat een front is. Wat is het verschil tussen een warmtefront, een koude front, een occlusiefront? Zeer belangrijk in realiteit. Dat je dat ook weet, dat je het weer kan voorspellen. Maar ook herkenning van wolken. Nu, je moet ook niet, vind ik persoonlijk, van ja, die wolk wil dat zeggen. En, want dat is redelijk complex. Ik ben daar ook geen voorstander van. Maar bijvoorbeeld, als je die, als wolken dit gedrag hebben, bijvoorbeeld die kleur, die donkerte, dat gedrag, dan weet je, hey jongens, dat is niet goed. Ja. Dus het is veel te beperkt op dat vlak, vind ik, zeker voor wat dit ding beweert te zijn. Geen borden en tekens voor binnenwateren. Dus een klein beetje over binnenwater is hier geweest, maar borden en verkeerstekens specifiek op de binnenwateren, ook al is dat een beperkt aantal, die zeer belangrijk zijn, die zijn niet aanwezig. Dus dat is natuurlijk zeer lastig. Nu gaan we het hebben over zeilen voor dummies. Gaan we snel over proberen gaan. Nu, twee dingen die zeer belangrijk zijn. Ten eerste, dit is enorm, de inhoud hiervan is enorm veralgemeend. Dus, hè, want op de cover zie je eigenlijk, hier zie je kleinzeilerij staan, zwaardboten. Maar die is ook blijkbaar gemaakt, dit, voor grootzeilerij, dus de kielboten, de grote kielboten enzovoort. Dus ik zeg het er maar even bij, het is enorm veralgemeend. Nu, dingen die aanwezig zijn, dat opvielen, dat was wat te doen met kinderen als die mee gaan zeilen enzovoort. Dat was wel redelijk interessant. Beschrijving van een zeiltrip van vertrek tot einde. Zo leren ze hoe je wat moet doen en waarmee je moet rekening houden. Wel zeer interessant. Een interessante manier om het uit te leggen, vind ik. Beperkte uitleg op het manoeuvreren van de motor. Het is redelijk beperkt, vind ik. Het manoeuvreren ervan, ik vind hem een beetje te beperkt, maar
er is uitleg over. Dus voor grootzeilerij kan dat natuurlijk een kleine meerwaarde zijn. Belang van de marifoon staat hier een stuk in van waarom een marifoon belangrijk is. Het weer, over hoe dat het weer werkt, is eigenlijk voldoende. Je gaat echt, als je nog nooit iets hebt geleerd van het weer, dit gaat jou dat wel leren, dat je veilig kan varen. Op een kaart navigeren, dus hoe moet je een kaart lezen enzovoort, staat hier ook in. Dus dat is redelijk goed. Je krijgt een basis van navigatie. Het is redelijk beknopt, maar je snapt een beetje hoe het werkt, toch. Elektronische navigatie en kompas, die zijn wat beperkt, maar er wordt iets over gezegd. Dat werd in de vorige niet vermeld. Niets erover vermeld. Windsurfen, waarom dat je dat in dit zou zetten? Eerlijk gezegd geen idee, maar het staat erin. Het is meestal dat zich eraan wagen. Wedstrijdzeilen staat hierin. Als je wilt weten hoe een wedstrijd een beetje werkt. Bootverhuur, met wat moet ik rekening houden als ik een boot zou huren, staat hierin. Interessant. Knopen, uiteraard knopen, staan hierin. Motoradvies rond het onderhoud, zeer beknopt ook. Maar het is er een beetje. Advies rond het kopen van een boot zit hierin. En EHBO, ook volledige, alles van EHBO. Nu komt het belangrijkste gedeelte. Wat zijn nu de dingen die opvallend afwezig zijn of te beperkt zijn? Er wordt te weinig gewezen op de certificaten voor het radiogebruik. Men spreekt daar zelfs niet over. Dat is redelijk lastig. En waarom? Men doet hier alsof dat je zomaar een marifoon kan gebruiken. Nu, de uitleg is echt te beperkt erover. Men heeft daar niet over gesproken en dat is redelijk belangrijk. Als jij iemand bent die wil gaan starten met zeilen of varen, je hebt daar geen vaarbewijs altijd voor nodig en je koopt dit boek, ja, dan ga je onvoldoende geïnformeerd zijn, terwijl dat belangrijk is. Het radiogebruik vind ik te beknopt. Want dan gaan ze zeggen, ja, zo moet je dat doen. Het is veel te beknopt. Men springt ook van de hak op de tak, om het zo te zeggen. Alles is wat door elkaar. Plots spreekt men over een VHF-marifoon. En in diezelfde zin gaat men al naar Inmarsat. En middengolf, lange golf, korte golf. En men haalt alles wat door elkaar. Het is gewoon zonde. Dan kan je het beter weglaten vooraleer je foute informatie geeft aan de lezer, vind ik persoonlijk. Wetgeving, veel te beknopt. Je gaat er weinig tot geen wetgeving, zoals in België en Nederland, om het zo uit te leggen. Je gaat te weinig wetgeving hebben, zoals binnenvaart, politiereglement enzovoort. Vergeet dat. Het is gewoon te beperkt, ook het internationale aanvaringsreglement. Motor is veel te beperkt, de motor. Hier staat in wat het advies is bij het onderhoud. Dat zijn maar een paar lijntjes. Hè, van ja, controleer je olie, vervang de oliefilter, enzovoort. Maar hoe een motor werkt en welke soorten motoren er bestaan en met wat je daar rond moet rekening houden, staat hier niet in. Redelijk jammer. Hè? Maar dat is belangrijk. Je gaat op zee. Hè? Ga maar eens varen met een zeilboot, omdat je daar toch geen vaarbewijs voor nodig hebt, zonder dat je weet hoe je motor werkt. Hè? Getij en stroom. We gaan op zee varen, maar blijkbaar zijn we dat vergeten. Oh, is er een getij? Oh, is er een stroom? Dat zijn we vergeten in dit boek. Dus het is wel een savatboek, maar er mist wel wat. Nu, als laatste heb ik nog eigenlijk twee boeken hier. Nu, waarom neem ik die allebei tegelijk? Dat is een heel simpele reden hiervoor. Dat is geschreven door dezelfde auteur en veel van de inhoud, of de inhoud die overeenstemt, die is hetzelfde. Nu, zijn er wel verschillen, daar gaan we meteen over praten wat dat is. Maar boot- en uitrustingslijst in orde.
manoeuvres. Ik ga even deze nemen, omdat dit het meest complete is. Manoeuvres, regels, de vaarregels, de techniek aan boord is zeer goed uitgebreid. Batterijen, stroom aan boord. Bakens op zee, verkeersborden zelfs in de deze. Voor op het binnenwater werkt zeer goed, is zeer mooi gedaan. De motor, hoe werkt de motor? Welke soorten motoren bestaan er? Waar moet je mee rekening houden? Staat hier allemaal in, uitgebreid. Instrumenten ook, meer over instrumentengebruik staat hier ook veel uitgebreider in. Radiogebruik is zeer beperkt, maar het verwijst meteen naar een bedieningscertificaat. En dat is belangrijk. Dat men dat zegt van, kijk, je mag een radio aan boord nemen. Wij raden dat ten strengste aan, maar je hebt om dat te gebruiken een bedieningscertificaat nodig. Dat deden de andere boeken niet. Dat is redelijk gevaarlijk natuurlijk. Voor iemand, als je dat vertelt aan iemand die daar niets van kent, hè. Wettelijke voorschriften en vooral de combinatie met grootzeilerij maken dit een zeer mooi boek. Hè. Het is zeer hard gecombineerd, dus je moet daarmee rekening houden, maar veel van die dingen gaan kunnen schakelen tussen groot- en kleinzeilerij. Nu, dingen die in het kleine boek niet vermeld staan, zijn bootonderdelen, dus hoe ziet mijn zeilboot eruit, staat er niet echt in vermeld. Verkeersborden van het binnenwater ook niet, dit is iets meer voor op zee eigenlijk. Dat is mijn conclusie ervan. De techniek is wel iets uitgebreider, dus als je zegt van ja, motortechniek, en dat is grotendeels hetzelfde, maar elektriciteit enzovoort, iets uitgebreider. Ook de instrumenten zijn nog ietsje uitgebreider. Geen radiogebruik, geen idee waarom, maar de radio zijn ze hierin vergeten. Dit is vooral grootzeiler, hè? Deze. Dus deze is zowat beide, maar deze hier, die is meer voor grootzeilerij. Dus niet voor zware boten, maar echt voor de real deal, hè. Die is daar meer op gebaseerd, ook de manoeuvres enzovoort. Nu, de nadelen van de deze. Enkel op zee, zoals ik al zei. Dus weinig binnenwatergedoe. Geen kaartnavigatie. Voor beiden. Dus, dat is het enige nadeel. Dit is enkel voor op zee, maar dingen die ik wel gemerkt heb, dat is, in beiden zit er geen kaartnavigatie. Dus, hoe moet je je kaart gebruiken? Geen idee. EHBO, veel te beperkt. Veel te beperkt, dat is het niet. Nu, is het wel zo, wanneer we over dit boek het hebben, grootzeilerij, zei ik daarnet, kan je ook deels gebruiken op een motorboot. Zeker met het deel motor kan interessant zijn als je een Zodiac hebt enzovoort. Het is er toepasbaar op. Dus, Je kan ermee overweg, om het zo te zeggen. Nu, oké, we komen nu bij de conclusie van, ja, zijn deze dingen wel interessant? Ik vind persoonlijk van wel. Maar, en nu komt een heel grote maar. Wat is het probleem met die dingen? Dat is ten eerste, geen enkel boek is compleet. En dat is redelijk lastig, want natuurlijk, als u iemand bent die zegt, ik ken niets van varen en zeilen enzovoort, dat is redelijk lastig. Want natuurlijk, u vertrouwt er ook een klein beetje op van, hey, dit boek biedt mij dit. Ten tweede ook, geen enkel boek vertelt goed zijn verhaal. Dus vooraleer u dat boek koopt, geen enkel boek vertelt het verhaal van, hey, dit is exact wat jij gaat kennen en kunnen met dit boek. Of dit is waarover dit boek echt gaat. Dat is ook een probleem.
Want het is zo dat in het ene boek er over iets meer vermeld staat dan in het andere boek. En ten derde, en dat is de belangrijkste reden, je weet niet welk toepassingsgebied elk boek heeft. Geen enkel boek van wat ik hier heb, heeft, buiten het eerste uiteraard, vertelt exact welk toepassingsgebied het heeft. En zelfs als die toch vertelt van, hé, ik heb dit toepassingsgebied, klopt dat niet, jammer genoeg, met de realiteit, met de informatie die het boek bevat. En dat is redelijk lastig, dus niet op de voorzijde, niet in het voorwoord, niet op de achterflap. Je vindt nergens exact het toepassingsgebied en dat is redelijk lastig. Want natuurlijk, als jij zegt, hé, ik koop een boek, dan is dat natuurlijk, dan ga je zoiets hebben van, hé, maar ik heb een boek nodig voor die toepassingsgebied, wat is nou het beste boek daarvoor? En dat is redelijk lastig, want je moet eerst het boek lezen vooraleer dat je begrijpt van, hé, dit is het toepassingsgebied. Maar dat gaat niet altijd. Dat gaat niet altijd, en zeker niet als je naar de boeken, naar de winkel gaat en je gaat een boek kopen. Dat kan redelijk lastig zijn. Nu, iets wat wel een groot voordeel is aan deze boeken, en zeker tegenover cursussen voor een vaarbewijs, welk vaarbewijs dat het ook mogen zijn, veel meer praktijk. En veel meer praktijkvoorbeelden, ook van manoeuvres, hoe moet je manoeuvreren. Ik denk dat dat wel een zeer groot voordeel is van die boeken. Ze gaan jou echt met hand en tand uitleggen van in het begin tot het eind van dit is hoe jij die manoeuvres kan doen en dit zijn de elementen waarmee je moet rekening houden. Maar besef dat geen enkel van deze boeken voldoende is. Besef dat geen enkel van deze boeken het volledige verhaal van zeilen of varen of dat gaat dat niet kunnen vertellen, jammer genoeg. Dus hou daar rekening mee, zoek het op van het toepassingsgebied. Nu, bedankt voor het kijken en vonden jullie dit een toffe video en hebben jullie iets bijgeleerd? Dan like deze video en abonneer. Dan blijven jullie op de hoogte van de laatste nieuwe video's. En dan helpen jullie mij ermee om een beetje meer abonnees te krijgen. En een beetje te groeien. Nu bedankt voor het kijken. Dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.